Hij zal het vast overwegen. Dan Alberto S. Het Hof deed vanmiddag uitspraak in het hoge beroep in de zaak tegen Alberto Stegeman. Hij loopt hier nu de studio uit. Nee hoor. Voor het plaatsen van een nepbom op een militair terrein. Tot vrijspraak kwam het niet. En de uitspraak van het Hof viel wel net even wat anders uit. Het Hof concludeert dat u een nepbom, dus een voorwerp in de zin van artikel 142a van het Wetboek van Strafrecht, heeft achtergelaten in de eetzaal. Ik ga de koffer achterlaten om te zien hoe de opsporing werkt. En of ze erachter komen wie de koffer heeft achtergelaten. Voor deze undercoveractie van Stegeman, die een koffer met daarin een nepbom neerlegt op een defensieterrein, krijgt de journalist 2 jaar geleden een boete van €2000 opgelegd. Daar gaat het Hof niet in mee. Het Hof zal het vonnis van de rechtbank daarom vernietigen, maar met name dus omdat het Hof tot een andere strafoplegging komt. Waar de rechtbank lijkt te kijken, voornamelijk lijkt te kijken naar het strafblad van de verdachte, heeft het Hof nadrukkelijk overwogen en ook afgewogen de ernst van de feit en de financiële en anderszins gevolgen. Het Hof vindt een geldboete van €5000 eigenlijk passend, maar omdat de zaak in hoger beroep zo lang heeft geduurd, wordt aan u een geldboete van €4750 opgelegd. En als u die boete niet betaalt, moet u 57 dagen zitten. Dat is wat kan gebeuren in hoger beroep. Er wordt wel eens gezegd, appelleren is riskeren. Nou ja, het kan dat de hogere rechter tot een andere afdoening komt. Maar je zat hier 2 weken geleden en toen dacht je nog, nou, ik vind het een principiële zaak. Ja. En ik ga voor vrijspraak. Ja. En dat is niet gebeurd. Sterker nog, de boete is 2 keer zo hoog geworden. Ja, heel teleurstellend. En het was echt balen vandaag. Ik ging de auto daar naartoe. Omdat ik echt vind dat op het moment dat zo'n hof een uitspraak doet, je daar ook gewoon moet zitten. Respect richting de rechters. En ik had een heel positief gevoel daarover. Maar dat gevoel deugde niet. Best wel een tik op mijn vingers. Kijk. Ik heb natuurlijk beveiliging aangetoond dat die slecht was. Nou, dat was allemaal prima, hè? Dat we dat hebben mogen doen als onbevoegde op verboden terrein. Dat is geen enkel probleem. Het ging echt om het plaatsen van die nepbom. Nou ja, mijn verhaal is dat ik nooit anderen heb willen doen geloven dat het een bom zou kunnen zijn. Ja, het Hof denkt er helaas anders over. Ja, dat heb ik te accepteren en te respecteren en dat doe ik ook. Maar ik baal er wel van. Ja, gaat dit je werk nou ook nog aantasten? Goeie vraag. Ik doe het werk 18 jaar en dit is echt incidenteel. Het gebeurt nooit bijna dat ik veroordeeld word. Dat is de 2e keer in mijn carrière geweest. En nee, dat verandert niet. In die zin dat ik heel veel misstanden aantoon, criminelen op spoor, bij de politie breng en dergelijke. Dus voor dat werk maakt dit niks uit. Maar mocht ik weer een beveiligingsonderwerp gaan doen, ja, dan kan ik niet meer een nepbom achterlaten. En ik zal dat ook niet meer doen. Kijk, het mag niet nu van de rechters. Ja, dat heb je te accepteren. En, dus dan passen we dat een beetje aan. Maar we blijven net zo hard als daarvoor de criminelen aanpakken. Maar met valse pasjes binnenkomen ook niet meer? Nou ja, kijk. Want dat was die andere veroordeling toch, ja, op Schiphol, hè? Ja, toen ik hier aan begon 4 jaar geleden, en dat was toen ook, was ik ervan overtuigd dat dat kon. En dat wij, kijk, je moet een regel overtreden op het moment dat je zo'n beveiligingslek wil aantonen. En dat zijn fases. Dus dat begint inderdaad al met de poort doorgaan als onbevoegde. Dat mag al niet. En zo zijn er andere dingen. Ik heb inderdaad lege trucks naar buiten gereden, et cetera. Ja, ik dacht dat dit kan en dat het juist een goed middel was om te zorgen dat heel Nederland in ieder geval zou weten dat er dat mis was en dat er ook echt wat zou gaan gebeuren. Maar helaas pakt dat uit dat we een veroordeling aan onze broek hebben. Het is niet anders. Je hebt dus een strafblad. Nou ja, ik moet €5000 afbetalen. Ja, officieel heb je dan geloof ik een strafblad. Maar mag je dan bijvoorbeeld, want je mag landen als Amerika. Niks, Alberto, ik moest laatst naar Amerika. En dan moet je dat allemaal invullen. Dan mag je daar dus niet meer in. Of dan wordt het in ieder geval lastig om zo'n ESTA-formulier aan te vragen. Dus dat beperkt je ook wel, of niet? Ja, nee, ja, het zou je kunnen beperken. Volgens mij is het wel zo dat met geld, daar zit natuurlijk een gradatie in. Het is niet zo dat je bij elke overtreding of bij elk strafbaar feit sowieso Amerika niet in mag. Nee, en als ze gewoon vragen aan die grens van wat heb je gedaan, er gewoon een bom achtergelaten in de kazerne, dan komt het Ik zal dan nog steeds zeggen, een stukje klei. Maar gelukkig niet die 80 uur werkstof die het Openbaar Ministerie had geëist. Nee, dat is wel echt heel prettig. Alleen ja, het was voor mij echt een principiële zaak. Ik had hem heel graag gewonnen. Ik vind het echt bloedirritant dat het niet gebeurd is. Maar ja, wat ik zeg, we gaan gewoon door met ons werk en houden ons nog iets meer aan de regels dan daarvoor. En sportief dat je hier zit, maar kan je nu nog in hoger beroep, in cassatie? Ja, je kunt in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Maar dan wordt de zaak niet meer echt inhoudelijk behandeld. Maar gaat het vooral over vormfouten bijvoorbeeld.
We hebben besloten dat niet te doen. We laten het hierbij. We gaan de tijd en energie stoppen in het aanpak van de criminaliteit. Ja, nieuwe onderwerpen. Ja, wanneer komen die? Nou, januari is Stegeman op de Bres. Dan pakken we het onrecht aan. En april gaan we undercover in Nederland weer doen. Dus mensen die tips hebben en dan niet komen met ergens een nepbom naar binnen kunnen smokken, maar iets anders, dan staan we daarvoor open. Succes daarmee. Dank je wel. En blijf.